Wat is het verschil tussen ergens geen verklaring voor hebben en een samenzwering? We leven in een tijd waarin veel gebeurt en op ons afkomt. Hoe moeten we weten wat juist is en wat niet? Wat klopt wel en wat klopt niet? En wat zijn samenzweringen? En moeten we hierin meegaan en erin geloven? En zo ja, welke samenzweringen dan? En zo nee, waarom niet? Wat is leugen? Wat is waar? Soms weten we het niet. Zien door de bomen het bos niet meer? Of staan er helemaal geen bomen en verbeelden we ons alles alleen maar? Om te beginnen en wat orde in de chaos te brengen, kijken we wat een samenzwering überhaupt is. Op Google vinden we de volgende definitie. Een samenzwering of complot is een geheime afspraak tussen een aantal personen om iets te ondernemen tegen een andere persoon of groep. Hierbij kan gedacht worden aan het plegen van een staatsgreep, het ontketenen van een oorlog, het plegen van een aanslag op een persoon of het politiek ten val brengen van iemand. Een synoniem voor samenzwering is ook wel een complot. Het eerste complot ooit vond plaats in de hemel, toen Satan een deel van de engelen aan zijn kant trok en een opstand begon tegen God. De gevolgen kennen we, nog steeds lijden we eraan. Maar er is een goede boodschap. Jezus heeft Satan overwonnen. Jezus heeft ons verlost. We leven weliswaar op deze aarde, maar we zijn niet aan ons lot overgelaten. In de Bijbel kunnen we alles vinden over het complot dat Satan tegen God heeft gepleegd en hoe hij nog steeds tekeer gaat. In 1 Petrus 5 vers 8 kunnen we lezen dat Satan rondgaat als een brullende leeuw, op zoek wie hij zal verslinden. In Efeziërs 6 vers 12 staat, we hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Nu weten we uit de Bijbel dat Satan een complot in de hemel was gestart. Maar wat als er tegenwoordig een complot wordt gestart? Hoe weten we dat dan? Een complot is immers geheim. En wat als er dingen gebeuren op aarde waar we geen verklaring voor hebben kunnen vinden? Is er dan altijd sprake van een complot? Lees in de Bijbel of in de geestenprofecie in het boek van Ellen White het grote conflict. Er staat veel geschreven over geschiedenis en de toekomst. God heeft ons over heel veel niet ontwetend gelaten. Hij heeft ons juist wegmarkeringen gegeven. Maar voor veel wat er op de aarde gebeurt, hebben we geen verklaring. Eén ding is zeker. We zijn geborgen in Gods hand. Wellicht hoeven we niet voor alles een verklaring te hebben. Als we het doel maar voor ogen houden. Ons doel is het om met Jezus op de nieuwe aarde te zijn. Als kind ging ik met mijn ouders samen op vakantie, met de auto. Ik wist dat het een prachtig doel zou zijn. Zon, zee, strand, heerlijk. Ik kende de weg maar een beetje. We gingen door verschillende landen. Maar was het erg dat ik de weg niet exact wist? Moest ik weten waar de grensovergangen waren? Moest ik weten waar files zouden zijn of waar aan de weg gewerkt werd? Nee, want mijn vader reed de auto. Hij wist precies hoe hij moest rijden. Ik kon achterin zitten. Ik vertrouwde erop dat we goed zouden aankomen. Ook al hoorden we op de radio van geruchten, lange files, van ongelukken of andere dingen. Ik hoefde me niet bezorgd te maken, want we zouden veilig aankomen. Dit vertrouwen had ik in mijn vader. En zo is het ook met ons. We weten de weg niet helemaal. We weten niet precies wat op ons afkomt. Stukjes van de weg zijn ons bekend. We kunnen geruchten horen of complottheorieën over gebeurtenissen waar we geen verklaring voor hebben. We weten dan vaak niet of het klopt of niet. Op social media, zoals YouTube, circuleren vele complottheorieën over uiteenlopende onderwerpen. De maanlanding, de 9-11-aanslagen, de moord op John F. Kennedy, 5G.
en hoe het coronavirus is ontstaan en in omloop is gekomen. Of deze theorieën waar zijn of niet, is een vraag en kan onderzocht worden. In Petrus 5 vers 8 staat, wees nuchter en waakzaam. Wees waakzaam. Val niet in slaap, blijf alert. Let op de tekenen van de tijd, blijf bidden. Blijf studeren in Gods woord. Wees ook nuchter. Zwem niet mee met de stroom. Ga niet gelijk mee met de meningen van mensen, maar wees zelf kritisch. Bid voor wijsheid, Gods Heilige Geest en zijn leiding. Studeer, luister en behoud het goede. Er speelt ontzettend veel op dit moment in deze wereld. Moeten we overal van op de hoogte zijn? Moeten we overal een verklaring voor paraat hebben? Of is vertrouwen op God voldoende?